Dag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Welkom bij de boeklancering van professor Tessa Rozenboom. Gelijk goed beginnen. Mijn naam is Mohammed Assous en ik ben vandaag uw gastheer. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Faros, waar we ons bezighouden met het terugdringen van de gezondheidsverschillen in Nederland. Als je je bedenkt dat ruim 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn in Nederland, dat ruim 1/3 van de Nederlandse bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden heeft, dan besef je wel dat we nog een lange weg te gaan hebben. Een van de belangrijkste inzichten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan, is dat als je op zoek gaat naar de verhalen achter deze cijfers en in gesprek gaat met de mensen om wie het gaat, dan kom je er al snel achter dat deze mensen niet alleen nu met de gezondheidsachterstand te maken hebben, maar dat ze in veel gevallen ook met een achterstand geboren zijn. En dat is ook precies de kennis die professor Rozenboom in haar boeken met ons deelt. Je vroege omgeving draag je levenslang met je mee. Het heeft invloed op onze levensverwachting, op de kansen die we krijgen, op de mate waarin we wel of niet vatbaar zijn voor chronische ziektes en op de ontwikkeling van onze leerprestaties en gedrag. En als ik dan de ambitie heb, en ik hoop van harte dat jullie die ambitie met mij delen, om over pak en beet 30 jaar de gezondheidsverschillen in Nederland significant hebben teruggedrongen, dan kom ik tot de conclusie dat het essentieel is dat we vandaag de kennis en kunde die er aanwezig is rondom het thema een goed begin verankeren in beleid en werkprocessen. Want een baby die vandaag geboren wordt in een kwetsbare positie heeft over 30 jaar grote kans om een Nederlander te worden die te maken heeft met gezondheidsachterstanden. En dat is een pijnlijk besef, want we willen allemaal het beste voor onze kinderen. Ikzelf ook. Ik ben een trotse vader van 3 prachtige dochters en een zoon van 2 geweldige ouders. Ik ben opgegroeid in een gezin met 8 kinderen, waarvan ik de 7e ben. Dat betekent dus dat mijn ouders 8000 eerste dagen hebben gecreëerd en begeleid. Dat is ruim 20 jaar van hun leven. Dus als iemand nog op zoek is naar een ervaringsdeskundige, dan ken ik een goeie. 5000 van die eerste dagen die zij hebben gecreëerd zijn in Marokko geweest. 3000 hier in Nederland. Ik heb dus exact hetzelfde genenpakket als mijn oudere broers en zussen, maar de omstandigheden waarin zij zijn opgegroeid en waarin ik ben opgegroeid verschillen dag en nacht van elkaar. En dat zie je ook terug in de kansen die ik heb gehad, die zij wellicht niet hebben gehad. En sinds ik het boek van mevrouw Rozenboom in de familie heb geïntroduceerd, hebben wij er hele interessante gesprekken met elkaar over, die ik heel waardevol vind. En interessante gesprekken voeren, dat is ook precies wat wij hier vandaag met elkaar gaan doen. Over de eerste 1000 dagen, het belang daarvan, over wat we met elkaar kunnen doen om alle kinderen een goede start te geven, ook wat jij kan doen. We laten ons inspireren door onze gasten en we overhandigen het boek ook aan een aantal mensen die niet alleen heel blij mee zijn, maar ook aangegeven hebben dat ze er heel actief of nog actiever mee aan de slag gaan. Dat is een fantastisch programma voor de boeg. Voordat we daarmee starten, wil ik eerst een huishoudelijke mededeling met jullie delen. U kunt gebruik maken van de chat. Dus heb je vragen, opmerkingen, suggesties, zet ze alsjeblieft in de chat. We hebben wel een heel vol programma, dus ik kan niet beloven dat we aan alle vragen toekomen. Maar we zullen het zeker later op terugkomen. Goed. Dan wil ik u nu graag voorstellen aan de auteur van het boek waar het vandaag allemaal om draait, Tessa Rozenboom. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Ik kan me voorstellen dat het een hele bijzondere dag voor jou moet zijn. Ja, absoluut. Het voelt echt als een heel bijzondere mijlpaal om vandaag het boek aan heel veel mensen te mogen overhandigen en de wereld in te sturen om met de hoop dat dat een heleboel impact gaat hebben. Ja, dat twijfel ik niet aan. En voordat wij jou ons gaat meenemen in de wereld van de eerste 1000 dagen en wat wij kunnen doen om alle kinderen een goede start te geven, ben ik heel benieuwd naar jouw persoonlijke drijfveren en motivatie om zo gepassioneerd met dit thema bezig te zijn. Ja. Nou, ik ben bioloog, zoals je weet. En tijdens mijn studie biologie was ik gefascineerd door het wonder van het leven. Dat is wat de studie biologie eigenlijk is. En tijdens een van mijn stages werkte ik op een IVF-centrum van de VU. En daar keek ik door de microscoop en daar zag ik letterlijk nieuw leven ontstaan. En ik vroeg me eigenlijk af, wat zou dat nou uitmaken dat dit nieuwe mensenleven niet in het donker van de buik van de moeder is ontstaan, maar hier in het felle licht onder deze microscoop ontstaat. En eigenlijk is dat de vraag die mij
nou, nog steeds bezighoudt. Ik doe er nog steeds onderzoek naar. Maar die ook iets in gang zetten waardoor ik ontzettend gefascineerd raakte door hoe word je eigenlijk gevormd tot wie je bent. Dus na mijn afstuderen deed de kans zich voor om onderzoek te gaan doen naar mensen die in de hongerwinter zijn verwekt en geboren. En hebben we met vele mensen onderzoek gedaan naar de gezondheid van deze mensen. En er kwamen eigenlijk hele bijzondere dingen uit. Daarin vonden we dat als je niet voldoende bouwstenen hebt, helemaal aan de basis van het leven om de organen te bouwen die je nodig hebt, dan heb je daar levenslang last van. Naast dat we daar heel veel van geleerd hebben, eigenlijk van dat onderzoek, zat achter elke datapunt in die database zat ook een levensverhaal van iemand. Dus ik heb een aantal jaar geleden samen met historicus en journalist Ron van der Krol een boek geschreven over deze hongerwinterbaby's. En dat was ontzettend waardevol. Ron heeft de levensverhalen van deze mensen opgeschreven en ik heb het wetenschappelijke verhaal daarvan opgeschreven. En ik merkte dat die combinatie van tellen van de wetenschap en vertellen van de verhalen, dat een hele krachtige is. Bovendien zit er aan dat hongerwinterverhaal nog iets bijzonders. Want dat prille begin, waaruit elk van ons is ontstaan, is niet ontstaan bij de bevruchting. Maar die eicel die is al ontstaan toen jouw moeder in je oma's baarmoeder zat. En de eicel waaruit ik ben ontstaan is aangelegd in de hongerwinter. Dus dat is nog een persoonlijke link zeg maar, met dit onderwerp. Nou, toen ik zelf moeder werd, heb ik een tijdje niet gewerkt. Ook al vond ik mijn onderzoek ontzettend interessant. Omdat ik zo verwonderd was door aan den lijve te ondervinden zeg maar, wat er gebeurt in die eerste hele prille ontwikkeling van kinderen. En dat heeft mij de tijd gegeven om ook na te denken over die lessen die ik nou heb geleerd van de hongerwinter. Wat kunnen we daarmee voor de kinderen die nu opgroeien? Nou, daar heb ik me de afgelopen jaren enorm voor ingezet. Dat heeft toen in 2018 geleid tot het boek De Eerste Duizend Dagen, waarin ik eigenlijk het wetenschappelijke bewijs vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief heb geschetst. Dat mocht ik toen aan Hugo de Jonge overhandigen toen hij net minister van VWS was. En dat is een van de aanleidingen geweest om het landelijk programma Kansrijke Start op te zetten, wat inmiddels in 275 gemeenten in Nederland loopt. Maar bij het spreken met heel veel lokale coalities merkte ik dat het vertalen van die wetenschappelijke kennis naar de praktijk, wat kan jij nou doen, dat eigenlijk nog best een hele lastige is. En dat is precies wat ik in het nieuwe boek heb geprobeerd onder woorden te brengen, om te laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een goede start. En dat wat je achtergrond ook is, jij het verschil kan maken. In de hoop dat we gezamenlijk een beweging op gang brengen die heel veel impact gaat hebben. Ja. Wat een prachtige boodschap. En heel fijn om ook meer te horen over jouw achtergrond. En ook om te horen hoeveel impact jij realiseert met die drijfveer. Ik wil jou nu ook graag uitnodigen om ons meer te vertellen over die eerste 1000 dagen. En wat wij daar zelf in kunnen doen. Dat doe ik met veel plezier. Het is een wonder hoe zich uit één enkele cel een compleet mens ontwikkelt. Als bioloog bestudeer ik dit wonder. En hoe meer ik leer, hoe meer ik me verwonder. Net als alles wat leeft, is elk mens gevoelig voor de omgeving. Vooral tijdens periodes van hele snelle groei en ontwikkeling. Zoals in die wonderbaarlijke periode in die eerste 1000 dagen... waarin alle organen worden aangelegd. Collega's Bernadette de Bakker en Youssef Dawood hebben dit wonder prachtig in beeld gebracht. In die prille beginperiode worden alle organen aangelegd en onnoemelijk veel biologische mijlpalen behaald. In deze periode leren we eten, drinken, praten, lopen, kruipen. We hechten ons aan onze ouders en verzorgers. We leren dat we geliefd zijn, dat er voor ons gezorgd wordt en dat de wereld veilig is. Of juist niet. In het prille begin van het leven zijn we extra gevoelig voor de omgeving en tegelijkertijd compleet afhankelijk van anderen om te voorzien in onze behoeften. Juist daarom hebben kinderen volgens het kinderrechtenverdrag recht op extra bescherming. Volgens het verdrag zijn ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding, maar is de overheid verplicht zich maximaal in te zetten om ouders te informeren en ze te ondersteunen in deze taak. Ik geloof in de universele rechten van de mens. Ik geloof dat elk mens recht heeft op liefde, veiligheid, voeding, gezondheid en stimulatie vanaf het allerprilste begin. Ik geloof dat bouwen aan een betere wereld begint bij bouwen op het fundament van die universele rechten van de mens.
Op basis van 25 jaar wetenschappelijk onderzoek weet ik ook dat een tekort in het vroege leven levenslange gevolgen kan hebben. En ik weet dat een gebrek aan liefde, veiligheid, voeding, gezondheid en stimulatie niet alleen voor het individu zelf, maar voor de maatschappij als geheel enorme gevolgen heeft. Grofweg 80% van de maatschappelijke kosten, medicatie, ziekenzorg, verzekeringsclaims, uitkeringen, politie en justitie, wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die een valse start heeft gemaakt in het leven. Zonder dat ze er zelf enige schuld aan hadden, begonnen ze het leven met een achterstand, waardoor ze geen stevig fundament konden opbouwen. Hun hart leerde kloppen onder grote druk, waardoor het stug werd. Hun brein werd bedraad voor bedreiging in plaats van liefde. Hun stresssysteem ingesteld voor gevaar in plaats van veiligheid. Een valse, onveilige start zet mensen op achterstand en geeft ze minder kansen op school, op de arbeidsmarkt, op gezondheid en om mee te doen in de maatschappij. Het leidt tot ziekte en het zaait ongelijkheid. Ik weet ook dat investeren in een goede start de slimste investering is. Niet alleen financieel, maar ook menselijk gezien levert dat namelijk het meeste rendement. Ondersteuning en stimulering vanaf het allerprilste begin vergroten het welzijn, de leerprestaties en deelname aan de arbeidsmarkt en verminderen de kans op mentale en fysieke gezondheidsproblemen en criminaliteit. De kosten van die investeringen verdienen zich meermaals terug door lagere zorgkosten, minder uitkeringen en meer inkomstenbelasting, omdat deze kinderen uiteindelijk zelf ook weer meer geld gaan verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een goede start en dat iedereen ervan profiteert als elk kind krijgt waar hij recht op heeft. Liefde, voeding, gezondheid, veiligheid en stimulatie. Als we samen een klimaat creëren waarin elk kind kansen krijgt om veilig, gezond en liefdevol op te groeien en daarbij gestimuleerd en gevoed wordt, dan kan elk kind zijn talenten ontwikkelen. Dan bouwen we samen aan een eerlijker, gezondere en duurzamere toekomst. Aan het begin van het Europese jaar van de jeugd, het jaar waarin een nieuw kabinet en nieuwe gemeenteraden aan de slag gaat, moeten we dus gelijk goed beginnen. Wat we nu doen en de beslissingen die we nu nemen beïnvloeden niet alleen de maatschappij van nu, maar ook de mensen van morgen en de generaties van de toekomst. Het kinderrechtenverdrag stelt dat bij elke beslissing die kinderen aangaan, hun belangen moeten worden meegenomen. Maar helaas hebben kinderen, en zeker ongeboren kinderen, geen stem. Ze zijn vaak ongezien, ongehoord en daardoor onbeschermd. De grieppandemie van 1918 leerde ons dat ongeborenen de grootste en langdurigste last dragen. Ze waren lager opgeleid, verdienden minder salaris en ze overleden dubbel zo vaak aan hart- en vaatziekten. Maar vaak biedt een crisis niet alleen dreiging, maar ook kansen. De Tweede Wereldoorlog leidde bijvoorbeeld tot de oprichting van de Verenigde Naties. De watersnoodramp die leidde tot de oprichting van de Deltawerken. En de hongerwinter leidde, zei het decennia later, tot het inzicht hoe ontzettend belangrijk de basis in de baarmoeder is. De huidige crisis is gepaard gegaan met voorheen onmogelijk geachte veranderingen en beslissingen. Wat dat betreft zal de maatschappij nooit meer zijn zoals voorheen. Je zou deze crisis dus ook kunnen zien als een transformatie, zoals een rups transformeert naar een vlinder. Laten we deze crisis dus gebruiken als kans om van de maatschappij die zich gedragen heeft als veelvraat van een rups die dacht en deed in termen van meer, 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 zich door deze pijnlijke periode van beperking laten ontpoppen tot een licht en wendbaar wezen, waarin we ons ontdoen van onnodige ballast en investeren wat echt van waarde is. Mensenlevens. Waarin we onze aandacht verleggen van nazorg naar voorzorg. Van leerplicht naar ontwikkelrecht. Van meer, meer, meer naar win, win, win. Dat kunnen we doen door gelijk goed te beginnen. Door te investeren aan de voorkant in toekomstige generaties. En samen een klimaat te creëren waarin elk kind de kans krijgt gezond en veilig op te groeien. Waarin we ouders helpen de ouder te zijn die ze willen zijn. Waarin werkgevers hun werknemers ondersteunen om werk en zorg te combineren. Waarin de overheid ouders ondersteunt in het ouderschap, zoals dat ook is vastgelegd in het kinderrechtenverdrag. Het klinkt misschien megalomaan,
Maar ik geloof dat we samen een enorme verandering kunnen bewerkstelligen. Als we slechts een paar generaties terugkijken, dan realiseren we ons hoeveel er kan veranderen. Tijdens het schrijven van mijn boek, bij een etentje met mijn vader op Vaderdag, hoorde ik over een prachtig boekje dat mijn grootvader schreef aan het eind van zijn leven, tijdens mijn eerste levensjaar. Het heet Door Kleinheid Groot. Daarin beschrijft hij hoe hij opgroeide in armoede en maar kort naar school ging, omdat hij al snel moest werken voor de kost. Hij wilde zijn kinderen dolgraag een betere toekomst geven en maakte zich daar hard voor. En zijn dochter, mijn oma, kon al wat langer leren, maar ze moest op haar 11e al van school om geld te verdienen. Tot haar dood, op 107-jarige leeftijd, had ze verdriet van het feit dat ze zo ontzettend graag meer had willen leren, maar het door omstandigheden niet kon. En ook zij nam zich voor het voor haar kinderen beter te willen doen. Zo gingen al haar kinderen naar de middelbare school en was mijn vader de eerste in de familie die naar de universiteit ging. Mijn oma was erbij toen hij afstudeerde, toen hij promoveerde. En ze was er ook bij toen ik afstudeerde en toen ik hoogleraar werd. Zelfs toen al via de livestream, 8 jaar geleden. Er kan dus in 2 generaties ontzettend veel veranderen. En ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gehad, voor de vruchtbare voedingsbodem waarop ik mocht opgroeien. Dankzij de inspanningen van mijn voorouders kan ik op hun schouders staan. Laten wij op onze beurt goede voorouders zijn voor al onze nakomelingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij kunnen bouwen aan een eerlijker, gezondere, duurzamere toekomst waarin het niet meer uitmaakt waar je wieg ooit stond. Die toekomstige generaties, die zijn niet van de toekomst, die zijn er nu al. In de ongeboren baby's om ons heen, maar ook de daaropvolgende generaties zijn er al, in de voortplantingscellen, in de organen van die ongeboren baby's. Zoals matroeska's schuiven generaties dus in en over elkaar. En dat betekent dat wat we nu doen, dat minstens de komende 2 generaties vormt. Bovendien is hoop, net als een virus, besmettelijk. Door het verhaal te delen, kunnen we de impact vermenigvuldigen. En dat delen en vermenigvuldigen, dat wil ik heel graag in de praktijk brengen vandaag. Vandaar dat ik niet 1, maar 2 exemplaren van mijn boek geef. 1 om te houden en 1 om weg te geven. Zodat we samen kunnen zorgen voor een golfbeweging die steeds meer mensen bereikt. Tot ver in de toekomst. Voor het boek interviewde ik verschillende mensen met een missie over wat zij persoonlijk en professioneel doen om bij te dragen aan een goede start voor elk kind. Elk vanuit hun eigen achtergrond, hun eigen geschiedenis en met hun eigen talenten. Iedereen heeft een rol te spelen om een klimaat te creëren waarin kinderen kansen krijgen. De landelijke en de lokale overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, het onderwijs, kinderopvang, vrijwilligersorganisaties en vele, vele anderen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets kan doen om bij te dragen aan een betere wereld door te investeren in een goede start. Zoals Desmond Tutu al zei, do your little bit of good where you are. It's those little bits of good put together that will overwhelm the world. Dank Tessa. Dat geeft een heel goed beeld van die eerste 1000 dagen en waarom die zo belangrijk zijn. We gaan hierover in gesprek met een aantal interessante gasten. En als publiek heeft u hierin ook een rol. Want we zijn uiteraard ook benieuwd naar uw visie op dit thema. Maar daarover later meer. Als eerste zijn bij mij aangeschoven Michael Rutgers, directeur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. André Rauwvoet, voorzitter van de GGD Goor. Jeroen Tas, Chief Innovation and Strategy Officer bij Philips. En uiteraard Tessa. Welkom. Fijn dat u bent. Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, die zou hier vandaag eigenlijk ook aan tafel zitten, maar tot haar grote spijt heeft ze zich moeten excuseren. Maar ik ben heel blij dat u er bent. Nou, voordat we van start gaan met het gesprek aan tafel, wil ik eerst even het woord geven aan staatssecretaris Van Ooyen. Die kon er vandaag helaas niet fysiek bij zijn, maar hij heeft toch een videoboodschap voor ons ingesproken. Beste Tessa, graag wil ik je complimenteren met je nieuwe boek, Gelijk Goed Beginnen. Na de eerste 1000 dagen zet je opnieuw het belang van een goede start voor kinderen op de agenda. Toen ik jou kort geleden sprak, maakte je mij op indringende wijze duidelijk hoe belangrijk de eerste 1000 dagen zijn voor een kind. In deze periode ontstaan onvoorstelbaar veel verbindingen in ons brein. Soms wel
1 miljoen per minuut, vertelde jij mij. En dat heeft inderdaad enorme indruk op mij gemaakt. Met een microfoon. Je liet zien dat investeren in de eerste 1000 dagen van een kind veel oplevert. Het leidt tot gezondheidswinst en het helpt om kansenongelijkheid te bestrijden. Het kabinet is daar ook van overtuigd. En dat leidde in 2018 tot het actieprogramma Kansrijke Start. Het doel is dat kinderen voor hun geboorte en in hun eerste levensjaren een goede en sterke basis kunnen ontwikkelen voor hun verdere leven. En daarvoor is het belangrijk dat gezinnen in kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk de beste hulp en ondersteuning krijgen. De afgelopen jaren is er dus dat stevige fundament gelegd voor Kansrijke Start. Ik wil dat verankeren en er verder op bouwen. Er zijn al 272 lokale coalities van professionals uit het medische en het sociale domein. Maar dat gaan we uitbreiden. In alle gemeenten gaan we werken aan Kansrijke Start coalities. Tegelijkertijd wil ik nagaan hoe we professionals nog beter kunnen ondersteunen en Kansrijke Start toekomstbestendig kunnen maken. Tessa, bedankt voor jouw inzet, voor je inspiratie en bedankt dat jij iedereen bewust wil maken van het belang van een kansrijke start voor alle kinderen. En de komende jaren wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen. Dankjewel. Dat was een mooie boodschap van de staatssecretaris. En daarop voortbouwend ga ik met mijn gasten aan tafel in gesprek over hoe we op landelijk niveau samenwerken aan een goed begin voor alle kinderen. En ik begin het gesprek vandaag bij u, meneer Rutgers. U bent voorzitter van meer dan 20 gezondheidsfondsen in Nederland die zich hebben verenigd in de SGF. Waarom trekken al deze gezondheidsfondsen samen op en investeren ze in een gezonde jeugd en een gezonde basis? Fijn dat ik hier mag zijn en leuk om erover te praten. Ik ben ook directeur van het Longfonds. En het Longfonds heeft natuurlijk ook met kinderen met astma te maken. Dus, en kinderen met astma, dat is zo'n kwetsbare groep die veel last heeft van wat er gebeurt in het vroege leven. Als je te vroeg geboren wordt, dan worden je longen niet goed aangelegd. En als je longen niet goed aangelegd hebt, heb je er de rest van je leven last van. Dus ik ben grote fan van het verhaal van Tessa. Ze heeft me wel eens tot tranen toe geroerd in een publieke setting waarvan ik dacht dat het helemaal niet zou gebeuren, dat ik daar tot tranen toe geroerd voor zou worden. Dus ik geloof ongelooflijk in dat verhaal. En ik geloof heel erg in die start. We hebben met die samenwerkende gezondheidsfondsen bedacht dat we samen op moeten trekken om ervoor te zorgen dat in 2040 de 15-jarigen van dan in Nederland de gezondste ter wereld zijn. Wereldkampioen gezond. Om daar te komen moet je nu al lang, hadden al moeten beginnen. Maar we moeten zeker aan het begin van het leven beginnen. En als we dat goed doen, dan hebben we een kans om in 2040 kampioen gezonde kinderen te hebben. Dat gaat nu helemaal niet goed. We zijn wel, ik denk al, het is heel raar. We zijn nu wel, als we dat meten op de geluksbarometers in Nederland, behoorlijk gelukkig, ook de jeugd. Maar ik denk, dan komt dat dan door hun alcoholgebruik? Of komt dat dan door hun middelengebruik? Of waar komt dat dan door? Want voor hun gezondheid op de lange termijn is dat absoluut niet goed. Dus we hebben een enorme opdracht. En wat mij betreft begint die bij de eerste 1000 dagen. En ik geloof daar heilig in dat als we dat goed met z'n allen doen, en echt met z'n allen, we hebben ons inderdaad als 25 gezondheidsfondsen ook verenigd. Omdat we denken dat de problemen die ontstaan bij chronische aandoeningen, diabetes, nierziekte, kanker, hart- en vaatziekte, dat die eigenlijk bij dezelfde groep mensen steeds meer voorkomt, om dezelfde redenen, maar dat ze ook dezelfde oplossingen vragen. En als wij ons verenigen als maatschappelijk middenveld, want we denken dat wij dat zijn, en met 6 miljoen mensen in de achterban, kunnen we die start helpen maken. Dus wij willen heel graag ons steentje bijdragen en we doen dat ook. En die gezonde generatie is daar een voorbeeld van. En een ander initiatief, de rookvrije generatie. Ja, roken is natuurlijk een van de belangrijke factoren, ook als een kind in de baarmoeder zit. Ja. Ik geloof dat nog 11.000 moeders roken tijdens de zwangerschap en vaders ook.
En grootouders ook. Dat zijn allemaal factoren die een hele belangrijke bijdrage hebben aan de wens en de hoop die Tessa en al de mensen om haar heen en ik ook hebben, dat we in 2040 in Nederland de gezondste 15-jarigen hebben. Mooi. Ik vind het een hele mooie stip op de horizon. Ook al geeft u aan dat we nog een flink beetje bij moeten trekken. Maar wel nu beginnen. Ja, en ik voel ook echt wel dat ik daaraan wil bijdragen. Wat kunnen we doen? En als ik even mijn Pharos-pet opzet, dan wil ik toch ook wel vragen hoe we die meest kwetsbare groepen, die vaak wat moeilijker te bereiken en betrekken zijn, hoe we die ook kunnen meenemen in die stip op die horizon, om ook te zorgen dat zij in 2040 grote stap hebben gezet. Ja, ik denk dat het cruciaal is dat we ons niet in paternalistische of rollen laten duwen. Ik denk dat het, zoals we dat ook doen met die samenwerkende gezondheidsfondsen, mensen om wie het gaat, dat we die betrekken bij de plannen die we maken. Dat we niet wij dat gaan zitten doen vanuit onze valse superioriteitsgedachten die we echt niet moeten hebben. Wij weten het niet. Wij kunnen wel helpen. En als we samen optrekken met mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, als we samen optrekken met de doelgroepen die we voor ogen hebben, waar we ondersteunend en helpend kunnen zijn, dan doen we denk ik het goede. Dus we moeten heel goed luisteren naar wat er echt aan de hand is. Proberen achter de voordeur mee te denken. Proberen om vanuit het begrip van de hele complexe sociale en andere situaties waar kinderen en kinderen in de baarmoeder vaak in terechtkomen, om van daaruit te helpen en te ondersteunen om die stappen te gaan zetten. En het is een hele weerbarstige opgave. Maar als we niet nu beginnen, dan komen we daar nooit. Dus we moeten daar echt beginnen. En het is samen optrekken, schouder aan schouder, met de groepen die we willen helpen. Dus het is niet over hen, maar met hen. Ik zou zeggen, wij zeggen vaak vanuit de patiëntenbeweging niks over ons zonder ons. Dat geldt hier ook. Het zijn mensen die ziekte kunnen tegenkomen in de loop van hun leven. Laten we dat met hen samen aanpakken. En zo vroeg mogelijk. Ja, mooi. Nou, dat klinkt me echt als muziek in de oren. En, ook een vraag van een andere orde. Ik weet dat u zelf ook opa bent van meerdere kleinkinderen. En ervaart u die rol als... Niet zoveel als... als bijna, nee, dat klopt. Nee, dat wordt een flinke inhaalslag. Ervaart u die rol als grootvader nu heel anders dan toen u zelf als ouder in die eerste 1000 dagen zat? Ja, ik heb wel uitgerekend dat er een risico is dat ik met 19 kleinkinderen te maken heb. Dus ik doe wel mijn best om in jouw buurt terecht te komen. Ja, dat was natuurlijk heel anders. In die tijd... ik kom uit een gezin waar gerookt werd, waar gedronken werd. In mijn omgeving van weliswaar hoogopgeleide mensen was er totaal geen begrip over de effecten van roken en drinken. Je kent het wel, de sigaret in een zilverbakje op tafel, borreltje erbij en dat iedere dag. Dus die omgeving was helemaal zich niet bewust van de problemen die daardoor ontstonden en al zeker niet wat dat voor gevolg had voor de moeders en de kinderen in de baarmoeder. Dus dat was er niet. En ik heb er zelf... een van de redenen waarom ik zo intens betrokken ben geraakt bij het proberen om de jeugd niet te gaan laten roken, is omdat ik er zelf niet in geslaagd ben om mijn eigen kind daarvan te behouden. Mijn jongste zoon is gaan roken. En dat heeft mij heel erg geraakt dat dat zo gebeurd is. En ik wil graag helpen om te voorkomen dat het anderen overkomt. Want hij is nu inmiddels gestopt, maar dat was niet door mij. Maar dat is omdat hij een partner tegenkomt die arts is. En die zegt, luister, is allemaal mooi en aardig, maar dit gaat niet gebeuren. Dus dat was wel een belangrijke invloed. Ik heb het niet gehad, maar ik had wel graag de gereedschappen gehad om dat te voorkomen. En hij is nu vader. Hij rookt niet meer. En zijn vrouw rookt überhaupt niet. Mijn andere zoon is het totaal tegenovergestelde. Die is een beetje een do-gooder zoals ik. Hè. Als mijn vrouw zegt, als ik wegga, dan zegt van, ga jij de wereld maar redden, dan ga ik gewoon aan het werk. En zo is mijn zoon ook een beetje. Maar we moeten dat samen doen. En we moeten dat goed doorhebben, hoe het echt in elkaar zit. En ik denk dat de handreikingen die in het boek staan, in het vorige boek, dat die cruciaal zijn voor ons. En die ga ik zelf ook in mijn eigen leven, die pas ik al toe. En ik gun dat iedereen om dat te doen. Dank u wel. Het blijkt ook maar weer dat er meerdere wegen naar Rome liggen. Ja. Dat komt horen. Dank meneer Rutgers. Als tweede gast introduceer ik graag André Rauwvoet, voorzitter van de GGD Goor. Jullie zijn er voor het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Wij kennen u zeker de laatste tijd voornamelijk van tv als het gaat om vaccineren en het testen. Ja. Maar de GGD zet zich ook in voor het versterken van die publieke gezondheid, of juist voor de hele publieke gezondheid. En waarom is publieke gezondheid zo belangrijk? Mag ik wel beginnen met Tessa een compliment maken? Absoluut.
Ja, en dat is ook echt nodig. Hè? Met het boek, niet alleen met het boek, maar gewoon je boodschap waarmee je rondtrekt. Kijk, iedereen weet wel, dat zeggen we ook tegen elkaar, preventie is van belang, gezondheid, en je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Maar wat voor mij een eye-opener was, is toen ik jou op televisie, die uitzending, ik weet niet of het Op 1 was of zo, maar zo'n talkshow met Hugo de Jonge zag zitten, enige tijd geleden. En toen kreeg jij de vraag van, en wanneer moeten we dan beginnen? En je was heel beslist, die zei, voor de conceptie. En je merkt aan het publiek, nou, hier valt het mee, maar je merkt aan het publiek, begon te lachen, zoiets van, hoe moet dat nou? Hè? En dat was voor mij toch ook wel weer een eye-opener, terwijl ik ook echt al wel een tijdje meeloop in die wereld van de zorg. Maar dat er goede zorg, waar je hele leven lang plezier van hebt, zeg maar, niet alleen jij, maar je omgeving en uiteindelijk de samenleving, dat het niet begint als de kinderen er eenmaal zijn en op gaan groeien en dan moeten we ze goed begeleiden. Maar dat zal gevormd worden door omstandigheden. En je zei dat ook daar, van, en nu net ook weer, waaronder ze verwekt worden. Dat gaat heel ver terug. Dus het is een proces van hele lange adem. En heel vaak kijken we dan naar de overheid. Wat kan de overheid doen? Nou, er is een enorm verschil. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Als we zeggen, nou, nu in belang van de gezondheid moeten we allemaal een mondkapje dragen. Nou, een week erop dragen we allemaal een mondkapje. Ja, dat werkt hier zo niet. Dit is veel meer, nou, je begon over roken. Dit is veel meer zoiets, als ik aan mijn kinderen probeer uit te leggen, dat toen ik jong was, al lang geleden, toen ik jong was, dat het heel normaal was, als je in de trein stapte, daar werd gerookt. En dat was een revolutie toen de eerste rookvrije coupés er kwamen. Na de hand werd dat omgedraaid. En nu wordt er niet gerookt in de treinen. Of op de... Mijn kinderen begrijpen dat helemaal niet. Die hebben dat helemaal niet meegemaakt. Nou, zo'n ontwikkeling, en praat hierover. Het gaat over hele lange adem. En het is heel goed om lange lijnen te trekken. Dan moet je dus nu in werk maken van wat je over een aantal jaren denkt te kunnen bereiken. Hè? Nou, de meest gezonde jeugd. Ja, daar moet je dan nu mee beginnen. En dat is eigenlijk ook het hart van publieke gezondheid. Niet exclusief het domein van de GGD'en, maar die zitten wel in het hart van die publieke gezondheid. Hè? Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde. Al die takken van sport vind je binnen de GGD'en. En dat is gezondheidsbevordering, preventie. Dat is hetzelfde ongeveer, maar gezondheidsbescherming. Infectie, het Rijksvaccinatieprogramma. En ook gezondheidsbewaking en monitoring. En dat is zo cruciaal. Dus met name ook als het gaat om dit thema. De positie van de jeugdgezondheidszorg, die er al heel vroeg bij is. Maar ook programma's als Kansrijke Start, want we hebben inderdaad nog zo'n 80 gemeenten te gaan. Dus daar was ik erg blij mee dat in het regeerakkoord staat. En dat de staatssecretaris zich daar sterk voor wil maken. En een van de punten die mij dan heel erg bezighouden is, en dat zit natuurlijk ook in de titel van je boek, gelijk goed beginnen. Gelijk heeft twee betekenissen. Meteen, hè? Nou, zo vroeg mogelijk. Maar ook gelijk, voor iedereen gelijk. En dat maakt nog altijd uit waar je wieg heeft gestaan. Ja. Voor het antwoord op de vraag, welke programma's krijg je aangeboden? Wat kan een GGD, wat kan de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau te bieden hebben? Ja, dat is die economisch, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Dat is echt een van de grootste uitdagingen. Daar moeten we echt heel hard aan werken. Ja. Dat is publieke gezondheid en ook veiligheid. Maar zoom maar even in op die publieke gezondheid. Ja. Als we kijken naar de rol van de consultatiebureaus, die heel belangrijk is, zeker in de eerste 1000 dagen. Ja. En als we de ambitie van de heer Rutgers even erbij pakken, die meest gezonde generatie. Denkt u dan dat business as usual moet blijven? Dus gaan we, of moeten die ook iets anders doen om wellicht nog belangrijkere bijdrage te kunnen leveren aan die meest gezonde generatie? Ja, allereerst, we mogen ongelooflijk blij zijn met die consultatiebureaus. Hè? Want dat is een vorm van preventieve jeugdgezondheidszorg die is redelijk uniek in de wereld. Toen ik minister voor jeugd en gezin was, kwam ik in allerlei landen, ook in Amerika. En als je daar vertelt dat wij een stelsel van vrijwillige, preventieve jeugdgezondheidszorg hebben, en dat daar, 95-96% van de ouders met hun kindje naartoe gaat. Ze zijn stinkend jaloers in de rest van de wereld. Op ons stelsel van jeugdgezondheidszorg met consultatiebureaus. En dat biedt zulke mooie kansen. Want we zien bijna alle kinderen zien we daar. En natuurlijk, hè, als er meerdere kinderen komen, dan, laat ik zeggen, het fanatisme waarmee er gepufft wordt in de aanloop naar de geboorte en waarop je daarna het consultatiebureau bezoekt, begint wel iets af te nemen. Maar het is zo'n belangrijke functie en er wordt zo graag gebruik van gemaakt, omdat daar kom je in contact met professionals, die kunnen je helpen, zeker als het bij het eerste kind is, die kunnen je helpen bij iets wat je nog niet meegemaakt hebt. Daar zitten professionals die je heel goed kunnen begeleiden, die adviezen geven. En ik zie nog steeds
toen ik minister was, toen hebben we heel erg eraan gewerkt om die verbindingen met de jeugdzorg, met het onderwijs tot stand te brengen. De centra voor jeugd en gezin. Niet als een panacee, maar wel, ja, het moet in die sociale omgeving van het kind en de gezinnen gebeuren. En die verbindingen hebben we heel erg aan gewerkt. Maar in de loop van de tijd zijn er zoveel extra goede programma's gekomen. Van kansrijke start wordt nu bijvoorbeeld genoemd. Ja. Maar programma voorzorg, prenataal huisbezoeken, ook buiten voorzorg gebeurt. Nu niet zwanger, ook een heel ander programma wat ongelooflijk belangrijk is. Als je kijkt naar ongewenste zwangerschappen waarmee mensen geconfronteerd worden. En advisering over seksualiteit, over kinderwens, over anticonceptie. Dat kan ook zoveel ellende besparen. Ja. Omdat het zo vormend wat in de eerste periode gebeurt, in die omstandigheden. En je ziet het gewoon terug later in de cijfers. Ja. Ja, u heeft zelf ook kinderen? Ja. En 5. 5 kinderen. Ja. En kunt u ze ook meenemen? Ah, nou hoor ik het publiek wel. Kunt u ze ook meenemen in uw eigen ervaring als jonge vader toen u bij die consultatiebureaus kwam? Hoe dat voor u was? Welke indruk dat op u maakte? En vooral ook als u kijkt naar de rol van de professional. Ik heb dus ook meegepufft en mee naar het consultatiebureau gegaan. Ik geef toe bij de 5e inderdaad wat minder fanatiek dan bij de 1e. Ja, wij waren misschien wel heel erg bevoorrecht, want letterlijk, wij hadden bij alle kinderen hadden wij echt elke dag hadden wij de jeugdarts over de vloer. Dat klinkt een beetje gek, maar dat was mijn vrouw, die is jeugdarts. Dus in die zin ben ik natuurlijk een bijzondere bevoorrechte positie. Maar je ziet gewoon wat de jeugdgezondheidszorg te bieden heeft. En de begeleiding door het consultatiebureau. En nogmaals, het is natuurlijk een bijzondere omstandigheid dat je eigen vrouw jeugdarts is en heel goed weet wat er moet gebeuren. Maar dan nog ga je wel samen naar de collega, zeg maar. Want die adviseert jou in jouw omstandigheden. En je meet ook wel een beetje tegenovergestelde. Mijn vrouw zegt het ook wel eens van, als kinderen echt vragen hebben, dan realiseert zich dat ze misschien wel primair als moeder reageert en niet zozeer als jeugdarts. Hè. Dus dan is het heel goed dat je dan samen ook gewoon naar de jeugdarts gaat. Maar ik heb het ongelooflijk leren waarderen, omdat daar professionals zitten die zo behulpzaam kunnen zijn met allerlei vragen waar ik in ieder geval het antwoord niet op had. Ja. Nee, dat herken ik ook. En ik heb ook een huisarts. Mijn vrouw is huisarts, dus ik herken ook dat ik daar veel steun aan had in mijn onzekere beginjaren. Is dat de boodschap moeten we allemaal? Nee, ja, dat is inderdaad niet helemaal de juiste. Dat is de enige manier om het op te lossen. Mijn zoon is ook arts. Ja, maar dit is niet een schaalbaar model. Nee, niet schaalbaar. Nee. Dank u wel, Ira. Goed, ik kom zo nog bij u terug. Jeroen Tas, welkom. U werkt bij Philips. Dat is een organisatie die zich al langere tijd actief inzet ook op dit thema en ook bijdraagt aan een goede start. Hoe kijkt u naar het belang van preventie? En ook interessant om te horen hoe u de rol van het bedrijfsleven daarin ziet. Om bij te dragen ook aan een innovatieve aanpak voor een goede start. Ja. Allereerst Tessa, superleuk dat je me hiervoor hebt uitgenodigd. En, ik heb dit altijd al heel erg belangrijk onderwerp gevonden. Want na die 1000 dagen wordt het steeds moeilijker. Dus je moet echt het probleem zo snel mogelijk oplossen om de beste uitkomsten te krijgen, zeg maar. Ja, hoe staan wij daarin als Philips? We hebben natuurlijk een hele grote verandering doorgemaakt. Zijn we nog steeds aan het doormaken. En we hebben al een paar jaar geleden gezegd, we gaan ons op de zorg richten. We gaan ons niet alleen op de zorg, we gaan ons op de gezondheid richten. Dat is natuurlijk een nog breder gebied. En als je echt uit een productomgeving komt, dan ga je denken van, ja, hoe plant je dat in zo'n organisatie? Dus toen hebben we gezegd van, nou, allereerst moet alles wat wij creëren, wat we innoveren, moet in de dienst staan van de quadruple aim. En wat is de quadruple aim? Dat is betere uitkomsten, gezondheidsuitkomsten voor mensen, een betere ervaring bieden, dus makkelijker om te begrijpen hoe je daar een rol in kan spelen. Meer efficiëntere zorg. Dat betekent dus ook automatisch meer preventief. En ook een betere omgeving en ervaring voor de zorgverleners. En dat hebben we natuurlijk afgelopen 2 jaar gezien hoe belangrijk dat is. Als je dat zegt en je gaat zeggen van ja, alle innovatie die je doet, vertel mij eens hoe je dat gaat meten, hoe dat impact gaat hebben. Dat is 1. Tweede wat we hebben gezegd, alles wat we maken, creëren moet in de context staan van een continuum. Het zorgcontinuum of het gezondheidscontinuum. Dus dat gaat erom van, ja, dat begint inderdaad voordat een kind geboren wordt. Van, zijn de ouders gezond? Is de omgeving gezond?
Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we daarbij helpen? Als het kind wordt geboren, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk laten verlopen? Hoe kunnen we in die eerste 1000 dagen... Want we hebben bij Philips ook expliciet zitten brainstormen over wat kunnen wij betekenen in die eerste 1000 dagen met onze producten. Maar hoe maak je dat echt een continuum? Want op het moment dat je weet waar je vandaan komt, wat je problemen zijn, wat je potentiële problemen zijn, als je dat weet, kan je er wat aan doen. Als je gaat zitten wachten tot je een probleem krijgt, ben je te laat. Ja. Maar zo is wel onze zorg ingericht, laten we eerlijk zijn. We wachten allemaal tot er wat gebeurt. Mensen houden op met roken, niet omdat ze het gevoel hebben, maar omdat iemand zegt van, je hebt echt een gezondheidsprobleem. Dus dat bewustzijn, dat zoeken naar oplossingen die eerder plaatsvinden op momenten dat we ze zien, dat is echt de allergrote omslag waar wij op zoek naar zijn en waar wij toe willen bijdragen. En daar zijn we nog lang niet. Want onze zorg is gefragmenteerd. Er zijn allemaal delen die wat weten, maar niemand weet alles. Maar wat jij zegt is, het gaat om alles. Het gaat om de omgeving, het gaat om liefde, het gaat om gezonde lucht, zodat we geen longproblemen krijgen. Het gaat om dat die ouders weten hoe ze met een pasgeboren kind omgaan. Dus zeg maar de voorlichting. Maar als je nou kijkt, waar gaat geld naartoe? Ja. 5-6% naar preventie. Dat is de ja, nou, er valt heel veel onder wat jij waarschijnlijk geen preventie noemt. Maar goed, wat ik wil zeggen is, ik denk dat we het probleem verkeerd aanpakken. En ik denk dat Tessa ons erop wijst dat we zo vroeg mogelijk moeten beginnen. En zo preventief mogelijk moeten gaan werken. Want we weten zo langzamerhand wel waar die problemen beginnen. En als we weten waar die problemen beginnen, kunnen we er wat aan doen. Ja. Het is eigenlijk, mag ik dat zeggen? Het is eigenlijk bizarre, want we geven inderdaad in de hele totale gezondheidszorg geven we 6.000 euro per persoon per jaar uit aan de zorg, aan de curatieve zorg, ja. En 20 euro aan preventie. Ja. Gewoon even nee, er is iets fundamenteel mis en dat begrijp ik wel, want daar komen we vandaan. Dat je kon het niet meten, je wist het allemaal niet. Maar de wetenschap is ook verder, de technologie is verder. We kunnen veel sneller gaan aanwijzen waar de oorzaak ligt, waar de risico's liggen. We kunnen gaan voorspellen hoe het verloopt. Als ik kijk wat we al kunnen voorspellen, is ongelooflijk. Als wij, we hebben bijvoorbeeld Pregnancy Plus, die ken jij. Mm-hmm, nou, ja. Dat is een app van Philips, 35 miljoen moeders hebben die gebruikt. Maar je weet waar die moeders naar kijken, je weet wat voor problemen ze hebben, je weet waar ze het over willen hebben. Dus je krijgt redelijk snel kan je inzicht krijgen in wat speelt er nou echt? Wat is echt belangrijk? Wat heeft een impact? En daar kan je dan op sturen. Maar je kan ook zeggen van ja, ik richt me op mijn kleine gebiedje en weet je wat? Ik ben niet geïnteresseerd in het geheel. Maar ik denk waar jij om vraagt is van jongens, laten we naar het geheel kijken. En van daaruit gaan werken. Ja, en soms hoor je dan wel dat mensen zeggen, het is te complex. Je maakt het verhaal zo ontzettend groot. Waarom hebben we het niet over één probleem? Maar ik denk, in ieder geval heb ik dat erg geprobeerd uit te leggen in het boek, dat gezondheid hangt heel sterk samen met gedrag, met je kansen op de arbeidsmarkt, je kansen op school. Dus je moet het als geheel bekijken. En wat we denk ik ons veel meer zijn gaan realiseren, is dat als problemen één keer zijn ontstaan, kan je de schade vaak niet meer terugdraaien. Dus we kunnen met de gezondheidszorg wel ziekte behandelen, maar je kunt de oorzaak eigenlijk, je kunt de schade niet ongedaan maken. En dat maakt dat het zo ontzettend belangrijk is om in dat fundament, in die basis te investeren, omdat daar uiteindelijk en op gezondheid, maar ook op het verkleinen van de verschillen, hè, als het gaat over je kansen op school, je kansen op de arbeidsmarkt, maar ook gedragsproblemen, verslavingen, criminaliteit. Het heeft allemaal diezelfde oorzaak heel vroeg in het leven. Ja ik werk met een company, een start-up, die zich uitsluitend met gezondheidsgedrag bezighoudt. Maar dat is wel allemaal evidence-based. En we zien al dat als we goed analyseren waar iemand staat, wat de belangrijkste drivers zijn in het gedrag. Dus dat is eten, slapen, mindfulness, sociaal contact. Ja. Dan zien we al in 6 weken echt verbetering. Als je daar bewust op gaat sturen. Maar dat is nooit echt gezien als een
therapeutische tool. Ja. Therapie is medicatie, is een procedure. Dus ik denk ook dat we ons denken moeten verbreden. En het is allemaal evidence-based. Dus. Ja. En misschien is dat wel een mooi moment om dat denken te verbreden, om ook de mensen thuis te betrekken bij het gesprek. Want nu we dit zo gehoord hebben, kunnen we wel stellen dat vele partijen, zoals we hier ook aan tafel horen, een rol spelen in die eerste 1000 dagen. Maar zeker ook dat we allemaal iets te doen hebben. En daarom wil ik ook graag de volgende vraag stellen aan jullie thuis. Maar ook hier aan jullie aan tafel. En om die vraag even goed te beantwoorden, wil ik jullie vragen om naar www.menti.com te gaan. En in te loggen met de code 63499405. Dat kan op de telefoon, ook op de laptop. Dus www.menti.com. En de code 63499405. De code is nu ook bovenaan in het beeld. En de vraag die luidt: wat kunnen we op landelijk niveau meer of beter doen om ouders te ondersteunen en kinderen een kansrijke start te bieden? Er ontstaat zo meteen een wordcloud, dus je kunt lekker losgaan in de Mentimeter. En dan gaan we hier op basis van jullie input zullen we hier het gesprek voortzetten. Weten we niet. Hij komt vanzelf. Kan ook, ja, dat komt. Even aan het verwerken. Wat ik misschien nog in de tussentijd kan zeggen, is dat ik zo ontzettend blij ben met deze partijen aan tafel. Omdat we het vorige exemplaar van het boek was ik heel erg blij mee mogen overhandigen aan de minister van VWS. En wat ontzettend fijn is dat er een landelijk programma vanuit het ministerie is gekomen. Maar dat je bij het ministerie wel altijd met vierjaarscycli te maken hebt. En daarom ben ik heel erg blij met de commitment van het bedrijfsleven. Met het commitment van de samenwerkende gezondheidsfondsen van de GGD. Om ook die veel langere termijn visie neer te zetten. Want we kunnen niet 4 jaar het een doen en vervolgens wat anders. Dit is een kwestie van lange adem. En we hebben er ontzettend veel baat bij als dat een dat we met elkaar ideeën hebben. Hier willen we naartoe. Ja. En daar kunnen we niet in 4 jaar terechtkomen. Daar hebben we langer de tijd voor nodig. En daar zullen we met elkaar mee aan de slag moeten. Maar er komt inmiddels al een heleboel. Ja, dat is inderdaad een mooi punt. Ik zie ondertussen dat de Menti inderdaad behoorlijk vol loopt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een ouderschapsverlof, dat wordt als een heel belangrijk argument genoemd. En er is ook al veel beweging in de afgelopen jaren. Ik zie ook het functioneringsprofiel. Je ziet ook wel veel inderdaad het inzet op preventie. Dat is wat we het hier echt net ook al met elkaar over hadden gehad. Ik denk ook een hele mooie educatie. Hè, als we het ook hebben over de rol die de heer Rauwvoet net al noemde, die ook een consultatiebureaus kunnen spelen om ouders goed mee te nemen in wat er gebeurt. En de sociale verloskunde. Zie ik daar staan. En vooral ook preventie. Wat heel erg duidelijk terugkomt. Gratis anticonceptie. Dus dat zijn ook wel aspecten wat duidelijk naar voren komt. Dus heel veel punten. Zitten er nog punten tussen waarvan jullie denken? Dat is wel, daar zou ik wel heel graag nog wat over mening over willen delen. Als ik er iets van mag zeggen, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat via die jeugdgezondheidszorg, waar heel van die, niet exclusief nogmaals, hè, maar waar heel veel van die functies wel in samenkomen in die eerste paar jaren. En wat ons betreft eigenlijk niet alleen maar die eerste 2 jaar na de geboorte. Wij zouden het liefst zien dat dat programma Kansrijke Start door kan lopen tot en met het 5e jaar. Omdat je dan ook de aansluiting met de basisschool kan maken. Met de schoolcarrière, zeg maar. Hè, de verbinding met het onderwijs. En die eerste jaren. Ja, ik geloof dat ik zelfs aangekondigd sta als professional. Dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben bestuurder. Maar ik heb wel meegekregen, als je kijkt naar de Heckman-curve. Wat de investeringen in die eerste jaren. En dat loopt toch echt wel tot en met het 5e jaar. Wat dat oplevert voor de lange termijn. En daarna begint het alleen maar af te nemen. Niet dat je dan moet stoppen. Maar de opbrengst is het hoogste in die eerste jaren. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die 5 jaar te nemen als termijn.
Maar dan ook te zorgen dat kinderen en hun ouders in het hele land diezelfde ondersteuning krijgen. Dus ik ben heel erg voor een veel groter, maar dan wel uniform basispakket bij een jeugdgezondheidszorg via de consultatiebureaus, de schoolartsenfunctie. Dat je over dat brede terrein overal aanspraak kan maken en toegang kan krijgen tot diezelfde programma's. Dat is nu nog niet zo. Ja. Zo'n programma als voorzorg kan heel belangrijk zijn. Maar niet overal wordt het gerund. En de gemeenten krijgen hun geld natuurlijk gewoon van het Rijk. Het is een beetje flauw om altijd over geld te praten. Maar ik denk nu in het regeerakkoord zie je een paar aanknopingspunten dat we veel meer gaan naar gezondheid en gedrag en minder naar ziekte en zorg. Nou, dat is een beweging die we allemaal willen. Maar dan denk ik, dan moet je ook daar het geld voor vrijmaken. En dan ben ik wel een beetje beducht dat we nog te veel kijken naar de dingen waar je op afgerekend kan worden. Je zei 4 jaar. Je kunt best beloven met het oog op de volgende pandemie, over 4 jaar wil ik er zoveel intensive care bedden bij hebben. En over 3 jaar, 4 jaar zeg je, zie je wel, ze staan er. Dat is hier veel moeilijker. Maar het is heel essentieel dat het wel gebeurt. En dat je zegt van, als je nu kijkt naar wat wij aan geld geven voor jeugdgezondheidszorg, voor, wat is het, 3 miljoen kinderen. En je zet dat af wat we aan jeugdzorg betalen voor een veel kleinere groep. Dat is 5 miljard euro. En nog geen tiende ervan gaat naar de jeugdgezondheidszorg voor 3 miljoen kinderen. Dat zou je eigenlijk moeten gaan omkeren. Want elke euro die je in jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau steekt, levert geloof ik 11 euro op de lange termijn aan besparing. En ik vind dat die financiële business case mag nooit het enige argument zijn. Hè? Van het bespaart de staat, onze samenleving, heel veel geld. Maar het zou ook dwaas zijn als je er geen rekening mee houdt van waar is ons geld wat we met elkaar hebben te besteden, het beste besteed. Nou, wel aan dan. Ik mis een beetje ook de innovatie. Want er is natuurlijk, wat ik zei, een app waar 35 miljoen mensen gebruik van hebben gemaakt. Er is een heleboel innovatie rond het monitoren van zwangere vrouwen. Het begeleiden, het coaching van zwangere vrouwen. Het coachen van jonge moeders in hoe ze met hun kind omgaan. Hoe ze een gezonde omgeving. Dus ik zou ook willen pleiten dat de oplossingen niet alleen gezocht worden in een overheidssysteem, maar een combinatie van overheid en meer entrepreneurial innovatie. En dat kan prima. Er zijn genoeg voorbeelden waar dat kan. Want er zijn gewoon een aantal nieuwe bedrijven die heel goed voeling hebben met de generatie die nu kinderen krijgt. Die weten hoe die met technologie omgaan. Ja. En op basis daarvan een positieve impact hebben. Ja. Dus als we geld aan preventie gaan besteden, zou ik ook graag willen vragen dat een deel daar geallockeerd wordt voor innovatie. Dank jullie wel voor deze mooie oproepen. Ik zie ondertussen dat de Mentimeter zit vol inspiratie. Hij is van het scherm af. Oh, ik had nog wel wat. Maar we zorgen er ook wel voor dat dat de Mentimeter ook bij jullie terechtkomt en ook bij de mensen die vandaag aan het kijken zijn. Want ik denk dat komt heel erg overeen ook met de oproepen die jullie hier hebben gedaan. Voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor jullie inspirerende bijdrage. En voordat we doorgaan met het volgende panelgesprek, gaan we eerst even kijken naar een kort filmpje. Dat is ontwikkeld door de samenwerkende gezondheidsfondsen voor de campagne Ode aan Ouders. Zo fijn dat jij er bent, met je hart vol liefde, hoofd vol vragen. Ook al heb je vaak geen idee, en zit je er regelmatig helemaal doorheen. Weet, zo begint iedereen. Mooi filmpje vanuit een goed initiatief om te laten zien hoe mooi het ouderschap is en soms ook best pittig. We gaan nu verder in gesprek met Sharon Dijksma, burgemeester van de gemeente Utrecht. Geke van Velzen, directeur van Stichting Lezen en Schrijven. Robin de Jong van platform VDRS. En Tessa, uiteraard. Graag begin ik even bij u, mevrouw Dijksma.
Allereerst fijn dat u er vandaag aanwezig kunt zijn. Zeker. En ik ben heel erg benieuwd wat de rol van u als burgemeester is om te zorgen dat kinderen in de stad, in uw stad, een goede start kunnen hebben. Nou, allereerst is dat iets wat ik natuurlijk niet alleen doe, maar samen met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor zowel de jeugdzorg, het onderwijs als de opvang. En ik denk dat wij in deze stad, we zijn een hele oude stad, we hebben al bijna 900 jaar stadsrechten, maar we zijn ook eigenlijk de jongste stad van Nederland zo ongeveer. En we hebben de snelste groei die we doormaken. En dat betekent dus dat we voor die jongste generaties heel goed moeten zorgen. Daar veel geld in investeren en ook vooral goed letten op de kwaliteit van bijvoorbeeld het vroeg schoolse aanbod. Want dat is natuurlijk wel cruciaal. Ja. En heeft u ook wat concrete voorbeelden van initiatieven die nu gaande zijn in de stad Utrecht? Nou, we proberen in ieder geval eigenlijk om al die groepen mensen die zich vanuit hun professie bezighouden met jonge kinderen ook veel meer aan elkaar te verbinden. Dat betekent dat we in een programma Kansrijke Start dat op wijkniveau echt doen. We beginnen nu in Overvecht om bijvoorbeeld ook al met de geboortezorg daar contact te hebben. Zodat je er heel vroeg bij bent. Ook kan zien dat als er dingen misgaan, bijvoorbeeld voorafgaand aan een bevalling, tijdens of net erna, dat je dat ook kan oppakken met elkaar. En dat in die zin er een soort van schil van zorg rondom mensen komt. En het is belangrijk dat we dat doen in die wijken waar de meeste jongeren in een kwetsbare positie opgroeien. En daarom is Overvecht denk ik ook niet voor niets als eerste uitgekozen. Ja. En ziet u al daar bepaalde ontwikkelingen of dat er een hogere opkomst is van ouders of dat ze meer bij... Is dat... Dat vind ik heel lastig te zeggen. Kijk, ik was vanochtend in gesprek met onze inspecteurs kinderopvang over wat hun dagelijkse werk is. En wat je wel merkt is dat ze natuurlijk steeds beter oog hebben voor de professionaliteit van het pedagogische aanbod. Dat er heel goed gelet wordt op bijvoorbeeld de fysieke veiligheid. De bereikbaarheid en de nabijheid van al die voorzieningen zijn belangrijk. Dus daar wordt wel echt vanuit verschillende gemeentelijke organisaties, maar ook gewoon de houders van de opvang, de gasthouderopvang, al die anderen, de onderwijzers, heel goed op gelet. En kijk, het is heel lastig om nu al te kunnen zeggen, dit en dit zijn de resultaten. Wat we wel doen in bijvoorbeeld deze wijk, maar ook in andere, is eigenlijk breed investeren in de sociale kwaliteit van de samenleving. Dat is echt wel echt nodig. Ja. En vooral de eerste 1000 dagen, nou u heeft dat fantastisch verwoord in het boek. Die zijn natuurlijk echt bepalend voor de rest van je leven. Dus daar moeten we wel meer en meer aan doen. Ja. Nou, een boodschap die hier ook mooi bij aansluit is die van Sharenice. Zij is kinderstadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. En daar gaan we even naar kijken. Hoi, ik ben Sharenice. Ik ben de voorzitter van Kindercommissie Zuidoost. Ik ga de vraag beantwoorden waarom kinderen kansrijk moeten opgroeien. Ik vind dat kinderen kansrijk moeten opgroeien omdat een kind heeft liefde nodig. Een kind heeft kansen nodig. Een kind heeft hulp nodig. Een kind heeft vertrouwen nodig. Als je kinderen niet zulke dingen geeft, dan klapt het kind dicht als ze er alleen voor staat, als ze ouder is. En ze staat er alleen voor en ze moet alles zelf doen. Hij of zij moet alles zelf doen. Dan klopt het kind dicht. Als je een kind vertrouwen, liefde, et cetera geeft, dan is het kind open en dan wordt ze blij of hij of zij wordt blij. En hij of zij gaat dan meer naar de open, naar de buitenwereld. Het gaat meer met andere mensen zijn. En dat vind ik fijner voor een kind. Dus ik vind dat een kind kansrijk moet opgroeien omdat een kind heeft het gewoon nodig, want anders is een kind klapt de kind dicht. En dat wil ik niet. En dat. Doei! Dat is de kinderstadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Maar het zou mij niet verbazen dat dit een toekomstige burgemeester is. Ik zou dat zeer toejuichen. Ja. Volgens mij heeft ze daar heel veel talent voor, ja. Sharenice zegt het ook heel mooi. Als je een kind vertrouwen en liefde geeft, dan kan ze zich openstellen. Ja. Dan wordt ze blij en klapt ze niet dicht. Naast liefde en vertrouwen is taal ook een ander belangrijk onderdeel in een goede start van kinderen. Geek van Velsen, u weet er alles van als directeur van Stichting Lezen en Schrijven. Zet zich in met uw stichting voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. Juist ook om de taal zorgt dat iedereen mee kan doen. En waarom denkt u dat het zo belangrijk is in die eerste 1000 dagen taal? Dank. Waarom denk ik dat het zo belangrijk is? Nou,
Tessa heeft het heel erg mooi beschreven in het boek, wat voor mij als directeur van Lezen en Schrijven eigenlijk een enorme bron van herkenning was, de manier waarop je het verhaal beschreven hebt. Omdat we als Stichting Lezen en Schrijven eigenlijk dagelijks zien wat die gevolgen zijn op langere termijn als je niet goed mee kan komen. 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. En ze hebben er last van, juist omdat ze gezondheidsvaardigheden missen, omdat ze minder kans hebben op de arbeidsmarkt, vaker financiële problemen hebben. Dus al die elementen die je beschrijft, waar je juist in die eerste 1000 dagen zoveel aan kan doen. Nou, dat zien wij eigenlijk heel vaak, maar dan vanuit het perspectief van taal. En in het boek beschrijf je het zelf heel erg als het belang van ontwikkeling. En elk kind heeft ook recht om gestimuleerd te worden. En wat we zien op latere leeftijd is dat die basisvaardigheden een hele grote rol spelen. Maar dat de kiem daarvoor, precies zoals je beschrijft, eigenlijk al helemaal in de eerste dagen gelegd worden. En kijken we naar het onderwijs, doen we heel veel aan het repareren. Als Stichting Lezen en Schrijven zetten we ons heel erg in voor het voorkomen van laaggeletterdheid, maar ook voor het verminderen. En die volwassenen zeggen altijd, ja, als ik dat eerder had geweten, als ik daar eerder aan was begonnen, dan was ik had ik een heel ander leven gehad. En in het onderwijs zegt iedereen altijd, ja, als je helemaal volwassen bent, is het heel moeilijk om nog dingen te leren. In het voortgezet onderwijs zegt men, ja, we krijgen kinderen al met een taalachterstand vanuit het basisonderwijs. En dus is het ongelooflijk belangrijk dat kinderen echt zonder taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen. En dat is natuurlijk wel wat er nu ook in het kabinet in de komende jaren voor ligt. Veel meer investeren in de taalontwikkeling van jonge kinderen. En daar willen wij als Stichting Lezen en Schrijven ook ontzettend voor in te gaan zetten. Ja. Het is ook echt fantastisch werk wat jullie doen. En ik herken het ook. Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan met kwetsbare kinderen. En ik merk het ook heel erg dat kinderen die zich die toch wat minder goed kunnen uitdrukken, dat ook vaak tot onzekerheid leidt. En dat toch wel een soort van vicieuze cirkel in gang zet. Ja. Dus uiteindelijk hun potentie toch onvolledig kunnen benutten. Dus ik wil heel erg aansluiten. Ik las nog iets over het 30 miljoen gap. Ik weet niet of je daar... Ik denk het onderzoek wat in het boek beschrijft, dat is een heel beroemd onderzoek uit de VS van Hart en Wiley. En waarin beschrijft ze dat kinderen uit een taalrijke omgeving op hun derde levensjaar wel 30 miljoen meer woorden gehoord hebben. Nou, en dat leidt er dan toe, dat is natuurlijk een beetje een feit waar je toch van achterover slaat, dat kinderen uit een taalarme omgeving gemiddeld op hun 3-jarige leeftijd 500 woorden kennen. Terwijl kinderen uit een taalrijke omgeving wel 1100 woorden kennen. Nou, als je bedenkt wat dat betekent voor de manier waarop je je kunt uitdrukken, kunt analyseren, ook kunt aangeven waar je behoefte aan hebt of hoe je je voelt, dan maakt dat ongelooflijk veel verschil. En ik heb het zelf bijvoorbeeld ook wel eens, vond ik zelf heel echt een eye-opener. Dat ik heb 2 kinderen en toen mijn zoon naar de basisschool ging, gingen we een keer naar Artis in Amsterdam. En ik ging mee als moederbegeleider. En mijn zoon kon precies, we gingen langs de apen zeggen, dat is een chimpansee en dat is een bonobo-aap en dat is een gorilla. En een vriendje van hem kon alleen maar zeggen aap, 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 aap. En toen waren ze 4. Dat is een heel simpel voorbeeld. Maar als je dat als uitgangspunt neemt voor wat dat je meebrengt in de rest van je leven. Ja. En ook als we het hebben over onderadvisering, hoe je op school wordt gepercipieerd. Dan is dus het investeren in die taalontwikkeling van echt jonge kinderen echt ongelooflijk belangrijk. Absoluut. Helemaal eens. We hebben dus eigenlijk gehoord dat taal, maar ook liefde en vertrouwen en de juiste omstandigheden een belangrijke rol spelen in een goede ontwikkeling van jonge kinderen. En uiteraard hebben ouders en verzorgers hier een belangrijke rol in. Robin de Jong, jij bent vader in eerste instantie, maar ook voorzitter van het platform VDRS. Dat is het platform voor betrokken vaderschap. Waarom zijn jullie dit platform gestart en wat hopen jullie hiermee te bereiken? Wat we gezien hebben is dat wat vooral heel erg belangrijk ook is dat de rol tussen ouders, de interactie met elkaar en een kind heel erg belangrijk is. Dus we hebben een heel mooi voorbeeld, het voorlezen bijvoorbeeld, wat ik net hoor. Ik heb bij mijn kinderen altijd ook voorgelezen. En het grappige was, ik las heel anders voor dan dat de moeder voorlas. Dus met veel meer geluiden, gebaren, andere soort woorden. Maar ook wel meer vaak wat er letterlijk ook in de tekst stond. Waar een moeder wat meer de woorden verdraaide om het meer de aansluiting te zoeken. En het grappige was juist door... en of dat wat misschien wat meer lui is of dat het wat gemakkelijk is, maar jij dus die teksten pakken, leren ze dus ook wel meer woorden weer dan wanneer je gaat proberen aan te passen. Dus dat was wel leuk om dat dan te zien. En hetzelfde verhaal ook met de apen herken ik dan ook van met een soort meloen. Daar hebben wij echt een vergelijkbaar verhaal van.
En omdat we gewoon al zien dat vaderschap, vaders ook iets anders ook meebrengen en ook al vroeg betrokken moet worden, dat is een beetje een verschil tussen een soort van binnenwereld, buitenwereld, kinderen loslaten, iets meer risicovol laten spelen vaak dan dat moeders meer doen. En daar zie je gewoon echt al vanaf kleins af aan zie je daar verschillen in. En wat we merken is dat alles omtrent zorg nog vaak nog wel redelijk moedergericht is. Ik hoorde net Nick aan tafel zeggen, ja, ik ging mee naar het consultatiebureau. Ik denk, mee? Je gaat met je kind naar het consultatie, je gaat samen naar het consultatie bijvoorbeeld. Het is iets wat gewoon ook echt in het systeem nog gewoon vaak bij ons zit. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig om ook richting professionals, zorgprofessionals, een soort van bewustwording te krijgen van, ja, hoe kan je er anders over na gaan denken? Om het meer als een team te zien en daar ook goede acties op te zetten. En een heel mooi voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is dat er verloskundige praktijken zijn die zeggen, onze eerste afspraken, dan ben je als beide ouders bij. Het is niet alleen maar moeder met die daarheen komt. Nee, je komt gewoon allebei als aanstaande of ouders. Ja. Dus jij pleit vooral voor de rol van de vader is ook cruciaal. Hè? Ja. Ook cruciaal, is cruciaal. Mm-hmm. En ook een oproep aan professionals om ook de vader vooral te zien en te erkennen. Klopt. En je hebt het voorbeeld over de verloskundige. Nou, de heer Rauwvoet zat hier net aan tafel. Zou het ook een suggestie kunnen zijn dat vaders ook bij wijze van spreken bijna per definitie mee moeten naar... Oh, eigenlijk sowieso. Ja. Ja, of dat nou verloskundige, consultatiebureau, ik zeg, ga altijd gewoon mee. Want je krijgt dan uit eerste hand ook adviezen. Je kan je eigen vragen stellen. En wees er gewoon bij. Eigenlijk vanaf... ik zag laatst nog een heel mooie plaatjes komen van een vader die dan een kind afzet op school. Er waren twee tekeningen. En dan staat bij de ene staat er betrokken vader en de andere staat er werkende moeder. Terwijl ze allebei in de auto hun kind uit de auto zetten om naar school te gaan bijvoorbeeld. En dan is de beeldvorming is daar dus alweer heel erg anders. Maar het is niet alleen in de zorg, het is ook in het bedrijfsleven. Als je als man zegt, ik word vader en is tegen, gefeliciteerd, top. Leuk, en ik zie je maandag weer bij wijze van spreken. En als je moeder zegt, of als vrouw zegt, ik word moeder. Oh, hoe ga je dat dan straks doen met de zorg? Ja. En is het meteen, kan je dat nog wel? Ga je dat wel doen? Ga je dan minder werken? Ik heb die vraag zelf niet gehad toen ik in die twee keer dat ik vader werd. Dus laten we vooral de beeldvorming loslaten en kijken wat een kind echt nodig heeft. Ja. Nou, daarop aansluitend, ik heb een hoofdstuk geschreven in het boek wat gaat over het belang van gendergelijkheid. En in mijn praatje haalde ik al aan dat in het kinderrechtenverdrag een heleboel staat over de rechten van kinderen. Maar kinderen hebben ook recht op contact met beide ouders. En ze worden echt rijker gestimuleerd als er twee volwassenen zijn. En dat kunnen ook twee moeders of twee vaders zijn. Maar als ze door twee verschillende mensen worden gestimuleerd en daar veilig aan hechten, dan is dat voor het kind echt veel beter dan wanneer ze in die eerste tijd alleen maar door één ouder worden verzorgd. Ja. En nou ja, daarnaast heeft het maatschappelijk enorm veel winst kan het opleveren als zowel vaders als moeders een belangrijke rol spelen in de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Omdat dat leidt tot betere ontwikkeling. We weten dat kinderen van betrokken vaders zich beter ontwikkelen, hoger IQ hebben, het beter doen op school. Maar we weten ook dat als ouders het vanaf het allerprilste begin de taakverdeling eerlijk hebben, dat de kans veel groter is dat ze dat gelijk blijven verdelen en dat beide meer tevreden zijn over hun rol als ouder en hun rol als werknemer. Dus dat heeft ontzettend veel voordelen. En ik denk dat dat voor kinderen heel erg fijn is, maar voor de maatschappij als geheel ook ontzettend belangrijk. Ja, en voor kinderen later volgens mij ook minder stereotypering. Als je zegt, mijn vader doet ook stofzuigen en dat is niet alleen maar een taak thuis voor moeder of zo. Zeker. En mijn moeder verdient ook het geld. Ja. 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 Een belangrijke boodschap. Nou, Tessa, ik kan mij voorstellen dat jij ontzettend blij wordt van alle goede initiatieven die al in zijn gezet, die het vorige panel lang dit panel besproken zijn. Waar kan we zien vanuit jouw expertise nog extra aandacht op gevestigd worden? Dus wat hoop je de komende jaren te zien aan preventie? Nou, ik ben inderdaad ontzettend blij om te zien dat er zoveel mensen enthousiast over deze boodschap reageren en ook zien dat ze een taak te vervullen hebben, word ik echt heel erg blij van. Ik word ook heel erg blij van het feit dat in het regeerakkoord nu staat dat de eerste 1000 dagen ontzettend belangrijk zijn. Wat er beter kan, is dat er staat dat dat belangrijk is voor moeders en kinderen. En dat moet voor ouders en kinderen zijn. Ik ben heel erg blij dat bijvoorbeeld de CERN, was het leuk geweest als Mariette Hamer er ook was geweest, dat ze had kunnen uitleggen waarom de CERN adviseert dat
alle kinderen naar de kinderopvang zouden moeten kunnen. Omdat dat, als het gaat over het stimuleren van de ontwikkeling, dat eigenlijk elk kind daar recht op heeft. Of je vader en moeder nou werken of niet, dat dat kinderen stimuleert. En ik denk dat, dat stond ook in die Mentimeter, ouderschapsverlof, dat dat een hele belangrijke is. Dat als we ouders net iets meer de tijd geven samen om die balans te vinden in hoe ga ik in mijn nieuwe rol als ouder die balans vinden, dat dat uiteindelijk betaalt zich dat enorm terug. Haal ik ook aan in het boek, maar er is onderzoek gedaan in Scandinavië, waarbij je ziet dat als het ouderschapsverlof uitgebreid wordt, dat die kinderen daar beter van opgroeien, dat ze het beter doen op school, dat ze later meer werken, meer inkomen verdienen. En dat kleine beetje geld dat moet worden uitgegeven om ouderschapsverlof mogelijk te maken, dat betaalt zich dubbel en dwars terug. En we weten dat kinderen het daar beter op doen, maar ook dat ouders dan beter in hun vel zitten. Dus dat ook het bedrijfsleven daar baat bij heeft en dat wij allemaal daar baat bij hebben. Nog voldoende werk aan de winkel. Absoluut, ja. Nou, we zouden nog wel uren kunnen doorpraten, maar helaas moeten we dit gesprek afronden. Ik wil u hartelijk bedanken voor die mooie inzichten. We gaan zo naar het volgende deel van het programma. Maar voordat we dat gaan doen, kijken we eerst nog even naar een videoboodschap van Luba. En Luba is lid van de kindercommissie in Amsterdam Zuidoost. Hoi allemaal, ik ben Luba Yakubu van de kindercommissie en ik ga vandaag een vraag stellen. Maar de vraag die ik vandaag ga stellen is, hoe zou Amsterdam Zuidoost zijn zonder kinderrechten? Mij lijkt het heel raar, want kinderrechten hebben met pesten, buitensluiten en steeds te maken. En als kinderrechten die niet waren, hoe zou Zuidoost eigenlijk zijn? En niet per se eigenlijk kinderrechten, maar alle rechten. Want alle rechten hebben kans op alles. Dus denk daarna echt heel goed over na. En ik denk persoonlijk dat Zuidoost heel somber, verdrietig en aanleggend zou zijn en daar niet goed bij zou staan. Ik als kindercommissielid moet mijn stem laten horen en dat doe ik vandaag ook. Doei! Dankjewel Luba. Nou, na al deze mooie inzichten en de nodige inspiratie om aan de slag te gaan, is nu het moment daar om jouw boek officieel te lanceren, Tessa. En ja, het is al een paar keer gezegd, maar wat ziet het er mooi uit? En wat hoop je dat het boek teweeg gaat brengen? Nou, ik hoop ontzettend dat het een golfbeweging teweeg gaat brengen. Dat al deze partijen die we net gehoord hebben, dat die hun rol gaan oppakken en die bijdrage gaan leveren om elk kind een kansrijke start te geven. En dat we met elkaar een klimaat gaan creëren waarin elk kind de kans krijgt om zijn volledige potentie te ontwikkelen. Heel mooi. En als ik even naar de overhandiging kijk, aan wie wilde jij het boek het liefst overhandigen en waarom? Nou, er waren zo ontzettend veel mensen aan wie ik het boek eigenlijk wilde overhandigen. De vorige keer heb ik mijn boek aan de minister van VWS mogen overhandigen. En daar is een heleboel goeds uitgekomen. Maar zoals ik in het boek beschrijf, zijn er zoveel mensen die met hun eigen talenten en met hun eigen professionele rol een rol kunnen spelen om dat klimaat te creëren, hebben we besloten om het aan meerdere mensen te overhandigen. Ja, precies. Nou, door alle omstandigheden rondom corona was het wel ingewikkeld om het hier te plekken te doen met zoveel mensen. Maar daar hebben we iets op gevonden. Daarom gaan we nu even kijken naar een compilatie van de digitale overhandiging. Voor mij gaat het uiteindelijk om eerlijkheid en om een eerlijke kans te hebben om het leven te beginnen, om je talenten te ontdekken, te benutten. Dat is eigenlijk wat mij raakt in allerlei verschillende vraagstukken. En ja, dat begint met een goed begin, plus de gedachte en het gevoel van: het is zoveel slimmer om investeringen te doen aan het goed begin, het gelijk goed beginnen. Omdat we weten wetenschappelijk, maar ja, daar heb jij natuurlijk heel veel inzichten in, dat als je na 4 jaar, 5 jaar, dat als je achterstanden oploopt, bijvoorbeeld op gebied van taal, maar niet alleen taal, andere, dan haal je het daarna eigenlijk nauwelijks meer in. Dus het is ook gewoon slim investeren van ook je samenleving eigenlijk gelijk goed beginnen om dat te starten. Als je investeert in de jonge jaren van de burgers. En daarom is het zo belangrijk om samen
in dat wat ik noem het gedeelde, maar ook wel het vergeten taalverhaal van Nederland te komen. Om juist ook in de jonge jaren, vanaf het moment dat een kind eigenlijk al in de buik zit, om tegen ouders te zeggen, praat met het kind, want voor die reden is dat goed en belangrijk. Dus je moet het narratief goed krijgen. En het is alsof je eigenlijk vergeet te vertellen tegen ouders, we zeggen slapen, eten, regelmaat, water drinken, nou, al deze elementen. En we vergeten eigenlijk dat hele basale, namelijk jouw rol als ouder in die taalverwerving. En dat is praten, 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 praten. Ik mag heel graag een tweede exemplaar geven, dat u weer door kan geven aan iemand anders. Aan wie zou dat zijn en waarom? Aan Ingrid Thijssen van VNO-NCW. Daar zou ik dan heel graag mee in gesprek gaan om te kijken of dit verhaal, zeker vanuit de taalverwerving en die koppeling, zoals ik dat schetste, vanuit een inclusive growth strategie voor Nederland, zoals de OESO dat schetste, of we niet met elkaar kunnen optrekken om juist op het gebied van taal, mijn grote ambitie om ervoor te zorgen dat 170.000 kinderen die geboren worden, niet kinderen meteen in een achterstand zetten, maar eigenlijk alle 170.000 kinderen die worden geboren, de ambitie te hebben dat voor ze hun schoolcarrière beginnen op het goede taalniveau zitten, zodat later de werknemers de goede taalverwerving hebben en later niet gerepareerd wordt dat we niet de juiste mensen hebben voor de arbeidsplaatsen die we nodig hebben. En ik noem opvoeding vaak het laatste taboe wat wij nog hebben in onze samenleving. We hebben het overal over, we delen alles, maar zeggen dat jij het moeilijk vindt en zeggen dat jij soms denkt van goh, ik weet het niet meer of merk dat je drift in je hebt of ja, dat je je kind niet altijd het leukste kind vindt, terwijl je dat wel gehoopt had. Dat doen wij niet. En als er in de supermarkt een kind zit, ligt te krijsen op de vloer en er staat een vader of een moeder onthand bij, dan is er niemand die zegt van goh, kan ik even pakken wat jij nodig hebt, zodat jij met je kind bezig kan. Of we lopen er met een grote boog omheen en we... Ja, we vinden het sneu en we herkennen het allemaal, maar we doen niks. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het Kinderrechtencomité, die heeft dat mondiaal ook gezien. En die hebben in 2006, geloof ik, hebben ze een, wat ze noemen een general comment gemaakt, een algemene richtlijn, waarin ze aangeven dat landen mondiaal veel meer aandacht moeten besteden aan jonge kinderen. Opvoeden is niet makkelijk. Dat is, er is ook geen examen voor, zoals met rijden. Je moet het allemaal toch zelf doen op basis van intuïtie. Of op basis van sociaal netwerk, je ouders of andere mensen die je nabij staan. Ik heb als kind mijn vader gemist. Ik wilde gewoon een betere vader zijn dan ik heb gekregen. Ik wil graag ook nog een tweede exemplaar geven. Waarbij ik echt zou willen vragen, goh, aan wie zou je dat exemplaar willen geven? En zou je iets kunnen vertellen waarom? Ja, ik zit er na te denken. Ik denk toch ook wel aan Maarten van Ooyen, de nieuwe staatssecretaris voor onder andere preventie en voor de jeugd. Opdat hij ook het voorbeeld van Hugo de Jonge mag volgen in het kader. Die ook zijn nek heeft uitgestoken in Rotterdam als wethouder op dit gebied. En ook het voorbeeld van Marcelle Hendricks als wethouder in Tilburg. Die ook haar nek heeft uitgestoken samen met GGD al daar. Ja. Die doen er echt heel goed werk. Dus ik gun hem dat als mens en als bewindspersoon voor zo'n belangrijk onderwerp als de jeugd en preventie. Heel veel mensen hoor ik stoppen met roken of gaan gezonder leven op het moment dat er een baby verwacht wordt. En dan doen ze het dus kennelijk niet voor hunzelf, maar dan doen ze het dus voor hun baby. En ook partners die zeggen, weet je, dan wordt er maar niet meer gerookt in dit huis. En dat is vaak wel blijvend. Dus dat vind ik eigenlijk heel grappig, dat mensen sowieso wel geneigd zijn om, om een offers te brengen, als je die term mag gebruiken in deze context. Niet zozeer voor hunzelf, maar wel voor anderen. En waar ik zo graag naartoe wil, is een soort balans waarin werk en privé elkaar gewoon goed aanvullen en kloppen. En dat betekent dus dat je op het werk rekening moet houden met het feit dat iemand misschien wat kleine kinderen thuis heeft. En dat dat wat vraagt. En dat, dat betekent ook dat als je 's nachts werkt, dat wie past er dan op de kinderen? Een heel ander voorbeeld
van iets wat we in Londen hebben gedaan toen er heel veel spanning en stress was op het werk, vanwege COVID inderdaad. Toen hebben we op een gegeven moment, en we is dan de hoofdverpleegkundige en ik, een brief geschreven aan de kinderen van de medewerkers. Om te zeggen, ja, wij snappen ook wel dat je ouders het heel erg druk hebben en heel veel stress hebben. En een deel van die stress zullen ze wel mee naar huis nemen. En daar merk je natuurlijk als kind ook iets van. Nou, dat sloeg in als een bom. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij de rol van wetenschappers ziet in het maatschappelijke debat en in het ook daadwerkelijk veranderen van de maatschappij. Leuke vraag. Dit onderwerp is wel heel interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt. Want het is natuurlijk indertijd begonnen als een soort van hypothese die toen, vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant was en die nog maar bewezen moest worden. Eigenlijk heel fundamenteel. Toen was het nog helemaal niet zo vreselijk toegepast. Dus dat is zo'n leuke. Hè, heel vaak wordt er een paradox gecreëerd. Dus aan de ene kant fundamenteel onderzoek en aan de andere kant toegepast onderzoek. Maar ik denk dat die paradox er niet is. Het zijn gewoon twee punten op een continuum. En fundamenteel onderzoek leidt tot kennisvermeerdering en op den duur ook tot een bijdrage aan het beantwoorden van maatschappelijke vragen. Ik ben ook heel blij dat jij dat in het boek al eigenlijk van voor de geboorte ook weer terug vertaalt naar man-vrouw verschillen in het ouderpaar. Hè, van hoe belangrijk het is dat een samenleving zowel vrouwen als mannen support in hun ouderrol. Heel blij ook dat we met lobby voor elkaar hebben gekregen. Dat het partnerverlof bijvoorbeeld is uitgebreid. Hè? Dat mannen niet maar 2 dagen betaald krijgen na de geboorte van een kind. Hè? Maar veel langer, zoals in alle andere landen overigens al lang voor elkaar was. Maar ook kinderopvang, hè? Waar nu in dit huidige regeerakkoord dankzij de lobby van vele partijen een lans voor is gebroken. Dus zowel bij de ouders als bij de kinderen, als op latere leeftijd, man-vrouw verschillen gezondheid, heel erg belangrijk. En eigenlijk wil je natuurlijk het liefst dat wij als psychiaters zoveel mogelijk overbodig worden gemaakt. Al het onderzoek laat zien dat als de mentale gezondheid geraakt wordt, ja, dat een hele waaier aan problemen op, nou, hè, je kan er alles bij voorstellen, werk, school, relaties, inkomen, geluk. Ja, er zijn allerlei factoren die negatief beïnvloed raken als je mentale problemen ontwikkelt. Dus, en je kan het ook nooit loszien van fysieke gezondheid. Dus mensen overlijden gewoon eerder als ze zware mentale problemen hebben. Dus je moet het altijd in die context, denk ik, zien en proberen aan te pakken. En onthouden dat als we dit weten te tackelen, dat weer een heleboel positieve effecten heeft door het leven heen. Wij zien ouders die of misschien zelf vroeger dingen hebben meegemaakt of zelf weer uit gezinnen komen waar het bijvoorbeeld niet gebruikelijk was om over gevoelens te praten of waar veel geweld was of waarbij de trauma's zijn opgelopen. Er kunnen allerlei dingen in het levens van ouders al zijn weer gebeurd die doorspelen in hoe zij weer met hun kinderen omgaan. En je merkt veel, en daarom is jouw werk ook zo belangrijk, denk ik, dat mensen het spannend, eng of zelfs eigenlijk echt vervelend vinden om daarover te praten. De laatste jaren zijn we als UMC's in Nederland, maar ook zeker als Amsterdam UMC ons gaan realiseren dat het ook heel belangrijk is om aandacht te besteden aan preventie. Want als we de zorg goed willen houden, als we de resultaten goed willen houden, maar zeker ook als we het betaalbaar willen houden, dan moeten we ervoor zorgen dat er minder mensen heftig ziek worden en dat we onze staat van gezond zijn verbeteren. Zie je ook een rol voor het Amsterdam UMC als werkgever? Nou ja, we hebben wel onlangs als werkgever nagedacht over het hebben van een leefstijlpolie voor medewerkers. Hoe gaan ze misschien meer bewegen? Wat kunnen we daarvoor doen en dergelijke dingen? Dus daar hebben we het uitgebreid met elkaar over gehad en daar zullen we stappen maken. Ik had me, daar ben ik dan maar eerlijk in, tot mijn schande waarschijnlijk niet gerealiseerd dat je ook de leefstijl als ouder erbij zou kunnen betrekken. Dus daar maak je nu even mijn ogen open, want zover was ik nog niet. Over alle politieke smaken heen kan je mensen winnen voor het idee van een goede start. Maar inderdaad, omdat er zoveel partijen betrokken zijn om het in de praktijk te laten werken, is het toch nog wel weer complex. Ja,
Ja, er zitten ook alle facetten aan van het menselijk leven, toch? Van en de ouders en de kinderen. En dus het is en economisch en het is sociaal. En het heeft met zorg te maken en met preventieve zorg en begeleiding. In ieder land zijn daar heel veel verschillende instellingen bij betrokken. En ja, hoe beter die kunnen samenwerken, hoe effectiever het beleid kan zijn. Dus je ziet het overal terug natuurlijk. Hè. Dus aan de negatieve kant, hè, minder kosten voor gezondheidszorg. En vooral ook heel erg aan de positieve kant, gewoon beter functionerende mensen in een maatschappij die hun capaciteiten op een top kunnen gebruiken. Ja, dat maakt natuurlijk economisch zo'n verschil. Ik denk, nou ja, waarschijnlijk zou je er, misschien heeft ook iemand een economische rendementsbreking maken. Maar ik denk dat dit een beter rendement oplevert, ook economisch, dan welke andere investering dan ook. Ik kan me niet voorstellen dat er investeringen zijn die meer opbrengen dan dit. Wie mag ik namens jou het tweede exemplaar geven en waarom? Om te beginnen om het waarom. Wat we net zeiden, het internationale. Ik denk dat er op internationaal gebied nog veel meer kan gebeuren. Dat Nederland ook veel meer kan doen. Dit ook nog meer in de kern van het Nederlands beleid zou moeten zitten. Dus daarom dacht ik, we hebben net een nieuwe minister. Die moet ook een goede start hebben vanaf het begin. Dus Lucie Schrijnemacher. Lijkt me heel leuk om het aan haar, dat je het aan haar overhandigt. Met die boodschap van maak dit veel meer de kern van je beleid en maak ook een goede start. Nou, ik ben al heel lang onder de indruk van de inzet waarmee je onderzoek doet op dit grote en belangrijke terrein. Ik vind de resultaten ook eerlijk gezegd vrij spectaculair. Ik heb inmiddels toch ook wel zoveel van de wetenschap in de praktijk zien brengen. Dat een grote uitzondering is dat het zo goed en breed gedocumenteerd en overtuigend wordt gepresenteerd. Dat we heel gauw denken dat die doelstelling van de Verenigde Naties, die SDG's, vooral voor andere landen zijn. En dat we daarbij dus eigenlijk de gedachte koesteren dat wij zelfs perfect zijn op elk van deze dimensies en niet meer te verbeteren. Maar we weten eigenlijk diep in ons hart dat het gewoon niet waar is. En dat er dus bijvoorbeeld heel veel verschillen in gezondheid, in opleiding, in opvoeding, in de kwaliteit van leven is binnen Nederland tussen kinderen afhankelijk van waar ze geboren worden en wat er met ze gebeurt. En die verschillen, met name ook waar het gaat om kinderen, zijn toch eigenlijk onacceptabel. Dus we moeten natuurlijk veel van onze energie steken in het verbeteren van de toestand in landen die er slechter aan toe zijn dan wij. Dat is het overgrote deel. En we moeten niet blind zijn voor wat ze in eigen land nog kunnen verbeteren. Nou, Tessa. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze geweldige mijlpaal. De bal is aan het rollen en jouw boek gaat heel het land veroveren. Als je terugkijkt op deze bijeenkomst, wat blijft jou dan het meeste bij? Nou, ik moet zeggen dat ik ontzettend blij ben. Tijdens het schrijven van het boek ook heel erg hoopte dat het zou lukken om verschillende mensen enthousiast te maken over dit verhaal en hen te wijzen op welke rol zij kunnen spelen. Niet alleen zorgprofessionals, maar ook het bedrijfsleven als werkgever. Wat een burgemeester kan doen, wat de GGD kan doen. Ik ben echt ontzettend blij en dankbaar dat zoveel mensen dat stokje oppakken en zeggen dat ze er wat mee gaan doen. In het filmpje was er niet ruimte om van alle 9 mensen te laten zien aan wie ze het tweede exemplaar wilden geven. Maar elk van hen wilde een tweede exemplaar en sommigen zelfs een derde en een vierde geven. En dat betekent dat zowel de gasten aan tafel als al deze mensen het stokje doorgeven. Niet alleen zelf ermee aan de slag gaan, maar ook iemand anders enthousiast maken over dit onderwerp. Dat maakt eigenlijk dat ik heel erg blij ben en dankbaar dat dit lijkt te gaan lukken. Dat er echt een balletje inderdaad is gaan rollen. En dat, nou ja, wat je zo ziet op de kast, hè, het idee van een steentje wat je in het water gooit, wat allerlei golfeffecten in ieder geval zich hopelijk gaat verspreiden over Nederland, maar liefst ook daarbuiten. En niet alleen nu, maar ook in de toekomst echt effect gaat hebben. Ja, dit is wat ik heel erg hoopte dat zou gaan gebeuren. En daar ben ik dus echt heel erg blij mee. Mooi, heel mooi. En zou je misschien nog een
oproep hebben aan de mensen thuis? Want wellicht kunnen die ook een rol spelen bij het doorgeven van... Ja, absoluut. Ik vertelde al in mijn verhaal. Ik heb 9 mensen met een missie geïnterviewd. Die staan allemaal in het boek. Zij leggen in het boek uit wat zij doen. Deze 9 mensen in het filmpje hebben iets gezegd over wat zij doen en wie ze willen betrekken. Ook deze tafelgasten. Maar er is nog vreselijk veel meer wat mensen kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat de mensen deze lancering online volgen, wat zij met het onderwerp gaan doen om morgen bij te dragen aan een betere wereld. En of ze het met iemand willen delen, zodat het balletje nog weer verder gaat rollen. Ja. Het lijkt me een goed idee om daarmee af te sluiten. Het is fijn als jullie allemaal in de chat schrijven wat jij gaat doen om bij te dragen aan een goede start. Dat zullen we ook terugkoppelen in de mail die jullie volgende week van ons zullen ontvangen. Daarin vind je ook de link om deze bijeenkomst nog eens rustig terug te kijken. En dit lijkt me ook een hele mooie afsluiting van een inspirerende middag, waarmee we hopelijk weer een hoop mensen een stap verder hebben gebracht. Ik dank al onze gasten van vandaag, met in het bijzonder natuurlijk jou, Tessa, als boegbeeld en belangrijke bron voor de verandering. Graag tot ziens.